Welkom bij het programma Gewest Friesland. Dat lid alle weken reportages en zat hier iets in van gewest dat gewest hier en dat we een programma voor de nationale televisie. We praten er een beetje omheen met Johan van der Zee, want hij is redacteur bij van gewest dat gewest. Maar ik liet hem eerst net praten, want we willen ze eerst even wat zien. Want we gaan naar Boeten. Jongetjes zantig, we gaan naar de Gwozen in de Bandpolder. Het bandhuis in de Bandpolder, een stuk buitendijks land in het uiterste noordoosten van Friesland. Een Eldorado voor vogels. Onvoorstelbaar eigenlijk op het ogenblik dat je er doorheen loopt, met de bedoeling die vogels te filmen. Om de vogels, zo'n 25.000 brand- of pauwganzen, te vinden, moesten we hele afstanden afleggen door het Siberische landschap van de Bandpolder. Met een sterke telelens zou het hopelijk lukken de uiterst waakzame ganzen te bespieden. En hoewel het hard woei, was het misschien zelfs mogelijk een behoorlijke geluidsopname van de vogels te maken. We hadden in ieder geval een goede gids, de beheerder van de polder, de heer Hoekstra. In het nazomer dan komen de ganzen. Eerst komen er wat oude grijze ganzen, zeggen we dan. En later in november of in laatst van oktober soms wel, komt de brandgans. En waar komt die vandaan? Die komt uit het noorden, gehele noorden, uit Siberië. En daar broeden ze, want ze broeden hier niet, hè. Als de broedtijd verlopen is en het wordt weer kouder, dan komen ze hier. Ze zijn hier gekomen en het laatste van de bezetting, dat was in 43, 44. Maar na de bezetting zijn hier veel meer gekomen. Eerst waren er maar een goede 100 en zo staren aan alle jaren wat meer. En dus, toen eerst een 105, tweede jaar daarop 1000 en zo ging het altijd maar omhoog. Tot nu ongeveer zo'n 25.000. Wat is nu de reden dat die beesten hier naartoe komen? Nou ja, ze zijn hier veilig, ze worden hier beschermd. Dit is geheel beschermd terrein. Van hier tot en met het dorp Peersens zijn ze altijd beschermd. Er wordt niet op gejaagd, er wordt niet op gestroopt. Dat hebben ze net jaren wel eens geprobeerd, maar dat is niks geworden. En ze zijn hier veilig. Die ganzen, zijn die nu makkelijk te benaderen? Ja, dat maakt natuurlijk wel verschil hoe u ze benadert. Met een auto of op een fiets of te lopen. Met een auto, dat gaat het wel. Maar met een fiets en te lopen, dan kun je ze niet zo dicht benaderen, nee. Want ze zijn nogal waakzaam, geloof ik. Ze zijn heel waakzaam. Als ze gewoon in een hele grote ploeg zitten te weiden, dan zijn er vast om maar zoveel. Die de ogen op hem, die met de kop omhoog zitten, de zaak te verkennen, om de vijand te zien. En zodra er onheil is, dan gaat die hele groep die gaat omhoog. Wordt het gewaarschuwd en dan is het mars. Na tientallen vergeefse pogingen lukte het dan eindelijk toch. De brandganzen gingen niet meteen nadat we uit de auto waren gestapt op de vlucht. Ze bleven zelfs toen we dichterbij kwamen rustig zitten. Nou ja, rustig, de hele koppel was wel voortdurend in beweging. En toen we tot op zo'n 50 meter waren genaderd, gingen ze de lucht weer in. Een voor de Bandpolder alledaags beeldvormend, maar voor ons op dat moment een fascinerend gezicht. Terwijl ook het geluid van zo'n massa ganzen beslist niet alledaags is.